We hebben deze vergadering bijeengeroepen om samen met de politiek en ondernemers van gedachten te wisselen over wat te doen met het centrum van Schiedam, voordat het een doodscentrum wordt. Ik vind het wel een prachtige setting eigenlijk, zoals we hier bij elkaar zitten en ook een keer naar elkaar met elkaar erover kunnen discussiëren. Die gekke reclamebelasting, daar hebben we even over gehad, is natuurlijk, dat pakt in de praktijk niet zo goed uit als het zou moeten. Dus we hebben de afspraak dat het verandert. Dat duurt me is alweer een jaar later dan de bedoeling was, maar het wordt opgelost. Tegelijkertijd is het ook heel nou, ik durf het woord bijna niet, maar bijna pijnlijk om te zien van hoe moeilijk het is om met name die Hoogstraat, om daar een goede boost in te geven. Nou, als je dan mij vraagt, maar gemeenteraad zit hier aan tafel. Hoe gaan we verder? Uiteindelijk zou ik het ook graag zien, zeg maar, dat vanuit die Lange Haven aanpak er ook een soort Hoogstraat Plus aanpak gaat ontstaan. De Nodenslaan, dat loopt zo goed, omdat je kan er voor de deur parkeren, je kan er binnen je boodschap doen. En daar is het gratis parkeren wel een issue, want als ze daar betaald parkeren worden, denk ik dat, dat ze daar wat gaan merken. Dus laten we dat vooral niet doen. Ja. Maar ik ben het helemaal eens dat gratis oplossen voor een attractie waar niet te veel gebeurt, dat het niet de oplossing is. Maar goed, dat sluit niet uit dat ondernemers daar natuurlijk heel creatief mee om kunnen gaan met win je je kaartje terug of je betaalt het kaartje met z'n allen als dat een issue is. Dan kan je natuurlijk dat hebben we ook iets op verzinnen. Ja. Ik heb er wel een stukje op geschreven ook. Je kunt je afvragen of betaald parkeren nog wel van deze tijd is. Tijden veranderen, consumentengedrag verandert. Het belangrijkste hierin is niet de vraag dat de consument moet betalen voor parkeren, maar wanneer hij bereid is om te betalen om te parkeren. Zie Schiedam Centrum maar als één hele grote winkel. Ligt deze vol met goederen die aantrekkelijk zijn voor de consument, dan mag je daar geld voor vragen. Zo niet, dan moet je de aantrekkelijkheid gaan verbeteren en het aanbod vergroten waar de consument wel voor wil betalen. Schiedam Centrum heeft momenteel te weinig te bieden en zonder pasklare oplossingen steven we af op een spookcentrum. Blij moeten we zijn als ondernemer met het gegeven dat we nog een boodschappencentrum zijn en jammer genoeg geen winkelcentrum meer. Dus wat aangaat van het betaald parkeren, als je de snelle boodschap wil stimuleren, moet je zoals vroeger de blauwe zone weer herroepen, waar de mensen als bijvoorbeeld maximaal 2 uur mogen parkeren en de betaald parkeren gewoon afschaffen. Je hebt de wet van de remmende voorsprong, maar ik denk dat Schiedam, en dat is echt positief, en Marcel zei het al, je moet het positief inzien. We hebben ook in die zin, als je het omdraait, de wet van de stimulerende achterstand. We hebben een dal gehad en ik zie echt een positief vibe. En ik hoor dat eigenlijk van iedereen aan de tafel. Ik zie mensen potentie zien in de stad en die gedachten moeten we vasthouden, want daarmee komen we er hopelijk wel. Dat is ook de insteek geweest. Gewoon positief en met een keer van gedachten wisselen. De Bruce Fest. Ik vind de hoofdader van onze stad, waar iedereen doorheen komt. Waarvoor wordt die niet opgeknapt? Als ik als vreemdeling hier zou rijden, dan kijk ik om me heen en denk ik, nee, ik rij maar door. Er zijn hele duidelijke uitvoeringswerken al gestart, zeg maar, rondom de Koenmarkt, om dat ook verder door te trekken. We zijn ook, zeg maar, met de entree rond het theater zijn allerlei ideeën worden verder gewerkt. En ja, de Broersvest hoort daar ook bij. En dan zit ik hier te tellen en dan tel ik ongeveer 10 afgevaardigden van gemeente, gemeenteraadsleden en zo. Maar wij zijn al die ondernemers vanavond. Ik had dus verwacht dat ik hier 50, 60, misschien wel 100 had ik gehoopt, ondernemers had tegengekomen. Waar zijn ze? Want dit gaat hun direct aan. Heel jammer. Heel vind ik dit. Ondanks de hele positieve invloed van deze avond. Dat wil ik nog even complimenteren aan degene aan tafel.